De Alpha-man. de Alpha-man. de Alpha-man. presenteert Gijsbrecht van Amstel Gijsbrecht van Amstel moet zijn thuisbasis Amsterdam verdedigen nadat hij en een paar kameraden Floris V hebben vermoord en Amsterdam belegerd wordt. Op kerstavond blijken de belegeraars opeens verdwenen te zijn. Buiten de stadsmuren wordt de spion Vosmeer gevonden en hij beweert dat de belegeraars onderling ruzie hebben. Er is zelfs een onbewaakt schip vol kostbaar hout. Gijsbrecht kan de verleiding niet weerstaan en het schip komt binnen de stadsmuren. Uit vreugde gaan de Amsterdammers naar de kerk, onwetend dat het schip een grote groep soldaten herbergt. Alleen Badeloch, de vrouw van Gijsbrecht, waarschuwt haar man naar een boze droom. Gijsbrecht wimpelt haar voorspelling weg, totdat de vijandige soldaten Amsterdam bestormen. Gijsbrecht verdedigt zijn stad, maar hij kan niet voorkomen dat het klooster wordt ingenomen... En de nonnen worden verkracht en vermoord. Gijsbrecht wil nog een keer aanvallen vanuit zijn kasteel. De belegeraars vragen of hij zich wil overgeven, en zelfs Gijsbrechts familie probeert hem tegen te houden. Het is echter niet mogelijk om Gijsbrecht op andere gedachten te brengen. Hij wil Amsterdam verdedigen tot aan de laatste snik. Opeens verschijnt de engel Raphaël met de goddelijke boodschap dat Gijsbrecht en zijn mede-Amsterdammers moeten vluchten, zodat er ooit een nieuw, Groots Amsterdam zal herreizen. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in een Amsterdamse variant van de val van Troje, spionage en de ruzies.